Dus dit eet ik vandaag op school. Ik heb al gegeten hoor. Dus ik ben echt aan het problemen eten. Bami soep. Lekker, lekker, lekker. En ik wacht op Gilly. En hij is er nog. Ik wacht al bijna een half uurtje hier, want ik ben hier het 3:30. So this is my school outfit. Oeps. Zoetjes. So this is me. Ik wacht op, want hij wordt gebracht door mijn zwager, onze zwager. Maar het, ik zie ze nog niet. En het is nu al 3:10. Hoeveel maatjes, ik denk dat ik gewoon een probleem heb. Ik kon niet van wachten en het is al 3:00. En Gilly is er niet, dus ik loop gewoon maar in die weg. Het is toch niet zo ver, ik hoop dat ze komen haar. Maar ja, ik zie ze niet. Oef, ik ben moe. Maar fijn, ik ben er al. Hoe ga ik zonder Gilly naar binnen? Ik ben zo ver met de schrik, hier is het prima. Oké. Okay. Kun je het aan zien? Ten aanzien van de thee. Ik denk dat het... Zo, famaatjes. Gilly. Ja? Goed na. Jofa. Oh, hij is moe, zeg hij. Hij heeft hard gewerkt. Hij heeft gewoon, volgens mij, gewoon een extra massage gegeven. Dat zei die mevrouw nog, hè? Een extra massage heb je gegeven. Een extra massage. Een extra massage. Even masserie moeten. Ja, maar ze heeft gezegd, wanneer je pedicure doet, wanneer je extra massage geeft, dan gaan die mensen meer betalen. Dus in feite... Oh. Je hebt niet gehoord wat die vrouw heeft gezegd. Ik was hou op hoor. Hou op. Ze zegt, je kan een 10 tot 20 minuten extra massage geven. Dan betalen ze je meer. Dat zou ik doen. Als ze me nergens zeggen, dan stop, zou ik gewoon doorgaan. Ja, ik heb gezien dat je gewoon door wou gaan. Wou gaan? Het is gewoon niet dat ik wil. Ja, I know. Je houdt ervan. Gilly is al gewend om ons te masseren. Hè? En geloof me, hij masseert. Lekker, hij haalt pijnen weg. Ik haal pijnen weg, ik masseer niet lekker. Nee, ja, hij haalt pijnen weg. Hij kan wel rustig masseren, maar dan moet je hem zeggen van oké. Okay, niet te hard, niet te hard. Maar afijn, ik heb genoten. En na lange tijd heb ik op de nagels weer zo schoon gezien, Gilly. Ik was na lange tijd. Dat is niet. Ja man, thanks. Ik heb zulke dingen nodig. Ik hoop van, het is zo leuk om gratis te gaan, toch? Als model. Ja. Ja, ik betaal ook hoor, maar okay. Gebruik ik van mijn geld voor iets anders. Zo zou je niet gebruiken met broertje? Oh ja, tuurlijk.
wanneer je een business hebt, is het een business. Hoe draai je geen familieding? Anders ga je nooit geld maken. Natuurlijk kan ik een kleine korting krijgen als familie. Maar ik bedoel van, ik ga meer klanten voor je sturen. Zo. Dus ja. Maar, weet je niet omdat de familie is, dat je het examen gratis. Je bent bankroet. Je hebt een paar show. Ja, nu ben je nog student. Succes en big up. Take it big up, boy. Ik wacht nu op papi. Ik weet niet waar hij is of is hij weg. Ga weg. Ga maar. Ja, Lisa gaat komen. Bye. Groetjes. Oh, jullie ook. Oh, die kinderen zijn nog daar. Dan gaan we weer terug. Hoor naar Cleo.